Welkom in deze nieuwe video van Bolschaar. Ik ga vandaag kaka eten. Uit de pampen van Enzo. Welkom in deze nieuwe video van Bolschaar. Vandaag gaan we eigenlijk een beetje voor TikTok iets speciaals maken. Iets grappig, iets leuk eigenlijk. Maar ook wat heel vies eigenlijk. Heel vies dat veel mensen denken, hey, hoe heet die? Wat doet die nu? Dat is vies. Ik zou het over laten geven dat toe. Ik heb dat eens gezien een keertje. Ik ben een lang fan van Good Life. En daar heb ik dat ook eens een keer gedaan. En dan heb ik daar... gisteren dacht ik daar zo in de krop. En ik kom dat ik toch Enzo heb. Bij mij, Enzo zijn pampers bij mij heb. En ik heb nog chocolademousse. Is dit wel de ideale moment om dat even zo'n prunk uit te halen. Er gaan zoveel mensen intrappen, dat wilde niet weten. Veel mensen komen ook altijd in mijn live en die zeggen dan van, eet jij graag kaka? En dan, dus laten we dit gewoon doen en zien hoeveel mensen dat daarin trappen. Dat is een pamper die we gewoon gaan gebruiken. Dus we gaan dat gewoon doen en ik denk dat er heel veel mensen gaan intrappen. Heel veel mensen. Ik denk ook op Facebook en zo, denk ik wel dat er heel veel mensen voor zullen, hey, wat heet die? Dat is vies. Dus laten we dit gewoon doen. Soms moet je al eens je grens overstrijden. Dus hoe gaan we dat nu doen? Want ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen... Dus ik ga wel een voorstukje opnemen voor op TikTok, dat mensen ook zien dat het chocolademousse achteraf. Dus dan gaan we ook eens gaan we de video opzetten zo. En dan gaan we na een dag gaan we echt laten zien dat het is chocolademousse. Hij is nog goed. Dus wat doen we? We gaan een pamper. Echt begeiten. Dat wilde niet weten met chocolademousse. Dus we gaan even opnemen voor op TikTok. Jullie gaan dat gewoon horen, want ik moet dat hier ook opnemen. Dus zo. Heel lieve toppertjes, jullie hebben de voorkomende dag. Waarom zijn we heet op? Heet op. Dus jullie hebben de video waarschijnlijk al gezien. Waar ik dus aan het eten was uit een pamper. Dit is op voorhand opgenomen. Dus wij gaan het eigenlijk namaken. Dit is chocolademousse. En een pamper natuurlijk. Heel belangrijk. Dus en wij gaan gewoon kaka. Eigenlijk, dit is onze kaka. Maken. Dus de video is niet echt. Het is geen echte stront of kaka. Of dat ik mag noemen. Van mijn kleine jongen. Maak gewoon chocolademousse. Ik ben natuurlijk wel eens heel benieuwd hoeveel mensen dat daar toen ingetrapt zijn. Dus laten we beginnen. Goed, klaar voor. Ik ga jullie zien hoe ik jullie ook op de grond kan zetten. Zijn jullie dat ook een beetje meemaken? Ik denk niet dat je mij nog gaat zien, maar dat doet er niet toe. Het gaat zich om het idee dat we dit erin gaan doen. Dus, wij hebben hier de chocolademousse. En de luier. Het ziet er echt al helemaal echt uit. Natuurlijk moet het een beetje echt lijken, dus je moet dat wat open smeren. Ook moet je zien dat je nog wat over hebt om te kunnen eten. Want anders gaat je pamper eten en dat is niet zo hygiënisch en niet lekker. Hè? Dus gelijk als zoals zo. Je moet ook zien dat dat zo wat juist moet ligt, want niet alles rond ligt altijd op dezelfde plaats. Hè. Dus je moet dat zo wat gemakkelijk, zo wat dramatischer door dat in te smeren. Zo. En het ziet er echt wel echt uit. Zo, alles maar erin. Dus ga ik eens aan mijn buurvrouw moeten laten zien. Ga ik dat ook eens doen. Ga ik vrij bij je thuis. Zo. En dan kan je die, dan doen we die dicht. En want ja, het is natuurlijk wel een luier. Een luier doe je specifiek dicht. Zo. Ja, dan heb je zo echt een pakje zodat het echt zo zijn goede luiers plakt niet, maar
Goed, dan heb je zo een pakje. En straks ga ik de video op. Zo. Dit is de pamper van mijn kleine man. Die hiernaast zit. Vol met kaka. Echt niet lekker. We zullen eens proeven of het goede kaka is. Ook eens proeven en zo. Zo. Nu komt de making over.